lievelingsboek wat ik tot nu toe heb gelezen is De 100-jarige man die uit het raam sprong en verdween. Ik heb het samen met mijn partner in de auto aan elkaar voorgelezen en maakte de rit een heel stuk leuker. En tegelijkertijd vond ik de sidetracks die ze hadden gedaan voor een beetje geschiedenis in verwerken en een beetje de gedachtegang ook van wat zou een 100-jarige nog wensen. Ik vond het geweldig dat hij zijn dromen zeg maar probeerde na te streven en tegelijkertijd ook erachter kwam van ja weet je, wat ik allemaal heb gedaan is niet altijd even rooskleurig of even goed, maar het lijntje is erg klein. Ja, schatje. Zij heeft dus ook meegeluisterd als ze achterin zat. Ja, het is erg inspirerend en mooi, een beetje fantasie, een beetje werkelijkheid, een beetje wat een ouder persoon zou kunnen denken. En ik heb me laten vertellen dat ze het ook hebben gefilmd. Jammer genoeg heb ik 10 nog niet gezien, dus ben ik ook wel benieuwd naar wat ze daarvan hebben gemaakt. En voor de rest, de rit gaat een heel stuk sneller als je aan het voorlezen bent in de auto. Dus vind ik een mooi iets. Ja.